Hoor je dat zo? Ik weet niet of de camera dat oppakt. Het gaat helemaal los beneden. Lekker gezellig lunchen met deze kleine dame. En ik ben even naar mijn bed gegaan. Want echt... Wel grappig, we doen altijd afruimen met z'n allen. Maar Marco was even naar boven gaan. Dat was echt een domper. Wij dachten dus... Het is donderdag. Heb ik al gevlogd? Oh, heb je al gevlogd? Nou, doe ik het ook. Grapje. Oh, toch niet. Ik heb thee gezet voor Sarah en voor mij. En dan gaan we even beginnen. Sarah aan de school. En ik aan mijn dingetjes in huis. Ik heb ondertussen gedoucht. Lekker make-up vrij. Haar omhoog. Ik heb deze trui aan. En echt, ik weet niet wat het is. Inwear, geloof ik. Ik vergeet de laatste tijd zoveel merken. Legging, colorful, rebel. En lekker sokjes. En zo mijn pantoffels, want we gaan de deur niet uit. Ze is bezig aan het schoolwerk. Maar ik hoor de muziek keihard aanstaan nu. Dus ik heb het gevoel dat ze meer aan het dansen is dan de school aan het doen. Hoor je dat zo? Ik weet niet of de camera dat oppakt. Het gaat helemaal los beneden. Lekker gezellig lunchen met deze kleine dame. En ik heb al twee rijkenbladen af. En ik ging een rijtje afmaken, ja, omdat ik toch een rijtje heeft was. Deze opdracht, maar die is echt veel werk. Ze elke keer simpele sommen, maar die horen dan bij een kleur en dan moeten ze het kleuren. En dan moet er dus iets uitkomen of zo, ik weet het niet. En deze heb ik voor Mila. Ja, dat is van haar, hè? Ja, nou, als je school klaar is op die tijd... Die ben ik ook al heel lang geven. Als je school op tijd klaar is, dan kan je hem even brengen, oké? Okay? Anders kunnen we hem ook sturen. Nee, ze woont vlakbij. Ja. Oh, Marco is thuis. Dus ze is nog bezig met de homeschool beneden. En Marco gaat even koken en ik ben even naar mijn bed gaan. Want echt, oh, homeschool is zo'n uitdaging. Dan zijn er werkjes en dan ben je aan het meekijken. Nou ben ik niet heel traag van begrip of zo. Maar dan legt Sarah het uit en dan denk ik, dit kan gewoon niet. Dus dan ga ik het weer googlen. Ik krijg een hele discussie erover. En eindstand ben je 2 uur verder voor 1 blad. Echt. Hate my life. Echt op dit moment even. Dus ik ga gewoon even op bed. Ik ga vlogjes kijken van anderen. Tot het eten klaar is. En gewoon even verder. Niks aan mijn hoofd. Wij hebben lekker het slot. En er zijn en dan moet natuurlijk gewoon een kuiltje in met jus. We hebben gegeten en ik heb daarna nog een stukje tabletwerk voor school met Sarah gedaan. Doekje over de tafel. Wel grappig, we doen altijd afruimen met z'n allen, maar Marco was al even naar boven gaan. Dus Sarah had zeg maar zijn dingen afgeruimd. Maar zij moet altijd van mij nu het doekje over de tafel houden, want ik heb echt zoiets houden halen. Oh ja, dit is ook leuk, Sarah heeft het gekleurd. Jee. Want ik heb ziet u het groter en ik vind het belangrijk dat je leert mee te helpen dan in huis. Maar toen had ze het, ja, ik heb papa's spullen opgeruimd. Toen had ze het doekje voor neergelegd. Nou, dat hebben we geruild. Was echt met alle lieve intenties. Maar ja, Marco kwam er niet beneden. Nou, is van de bed. Dus ik denk, nou, dan doe ik de tafel nu maar. Maar ik vond het wel heel schattig. Het was ook, ja, echt van, nou, dan doe ik dat voor hem. En dan heb ik het meestal gedaan en dan ligt het helemaal klaar. En dan hebben we gewoon helemaal het samen opgelost. Dus echt heel leuk. Met het schotas weer aan het inpakken. Dan morgen het laatste. En Marco gaat zo even iets ophalen. En ik hoop dat het goed is. En dan gaan we daar van de week meer mee doen. Maar dat ga ik dan pas vertellen. Want dat vind ik eigenlijk leuker om te vertellen. Als ik het laat zien. Het is een projectje dat Sarah ook zelf even wat kan doen. Ik ren nog even de laatste paar dingetjes hier op. Dan is het weer wat netter. Want het is een beetje een chaos, vind ik. En dan gaat Sarah naar bed. En dan gaat Marco dat ding ophalen. En nu gaan we beginnen aan de laatste 3 afleveringen van The Walking Dead. Ik ben benieuwd of we ze af kunnen kijken.
We hadden nog wat soep over van gisteren, dus die ga ik nu lekker opeten met paddetjes. Dat was echt een domper. Wij dachten dus, als we dan echt even doorkijken, dan krijgen we 3 afleveringen gekeken. Stopt die na 2, staat die laatste aflevering gewoon nog niet op Netflix. Echt, hoe dan? Maar echt zo'n open einde, die 1 laatste aflevering. Ja, ik kan het echt niet hebben. En hij staat ook nog niet aangekondigd. Dus dat is weer echt zo'n leuk Netflix ding. Dat we wel eens eerder gehad. Want die aflevering is vorig jaar al uitgekomen. Dat hadden we al wel opgezocht. Ik ga eens googlen, maar echt, ik vind het zo stom. Laatste. Walking Dead. Netflix. Maar er stond ook niet bij elke week een nieuwe aflevering. En dat staat er dan meestal. Zolang er nog nieuwe afleveringen komen. Dus ik vind het echt stom. Vraag uit hoe dit komt. Het 10e seizoen van The Walking Dead is een nogal bijzonder geheel geworden. Doordat de opnames stil kwamen te liggen door corona, was het seizoen nog niet af. 15 afleveringen waren opgenomen, alleen de seizoensfinale ontbrak nog. Daarop kwam AMC met een hele opvallende oplossing. Het seizoen werd namelijk verlengd met 6 afleveringen. De 15 afleveringen zijn vorig jaar uitgezonden. De 16e aflevering, oorspronkelijk de seizoensfinale, is in oktober op de buis gebracht. Vervolgens zullen er medio 2021 nog 6 afleveringen volgen van The Walking Dead. De grote vraag is nu wanneer Netflix aflevering 16 van The Walking Dead zal toevoegen. Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Dus het kan eigenlijk kort gezegd, nou niet kort gezegd, deze afleveringen zijn, of de 6 nieuwe afleveringen worden uitgezonden tussen 28 februari en 4 april. Mogelijk komen deze afleveringen allemaal in 1 keer. En dat zou snel na 4 april kunnen. En in het slechtste geval kunnen we ook weer 8 maanden moeten wachten. En dan zou het december 21 worden. Nou, dat gaat toch nergens over? Dan ben je een hele serie aan het kijken. En dan moet je gewoon zo lang wachten tot de serie afloopt. Terwijl, nou, echt zo stom. Ik ging net mandarijntjes eten. En ik had er 3 gepakt. En die eerste 2 waren zo lekker. En die derde was zo niet lekker. Echt, ik vind dat zo stom. Ik doe wel eens, maar dat was ik nu vergeten. Dan doe ik ze alle 3 schillen. En dan proef ik van alle 3 een partje. En welke dan het meest lekker is, deed ik eerst. En dan eet ze op volgorde. Want volgens mij was die op zich niet heel vies. Maar omdat die andere 2 dan echt zo lekker waren, dan valt die zo tegen. Maar goed, dat is mijn ding. Ik zie me maar altijd. Mijn vlog staat te uploaden. Dus ik kan nog niet naar bed, maar ik ben moe en ik wil graag naar bed. Maar ik heb maar thee gezet, want hij duurt nog even. En dan ga ik daarna, moet ik zeggen, de schoolwerk nog klaarleggen. Dat werkt echt beter als ik het klaarleg. Dan doet ze de helft van de keren, begint ze vast. Niet altijd, maar hè. Alles wat we winnen is mooi meegenomen. Morgen laatste dagje school weer even. En dan 2 dagen niet echt. Ik kan niet wachten tot de scholen open gaan. Als je kan, Sarah de schoolwerk helemaal klaargelegd worden. Dus ik kan zo beginnen. En nu ga ik de lamp uitdoen en lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder.
Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.